Met de voorouders, met de natuur, met het universe. En er is een link met seks. En echt die twee samen, die zie je langzamerhand een beetje samenkomen. En dat wordt heel interessant. Aan het woord is Liedewij Edelkoort, erkend ziener in de mode. Met een helder toekomstbeeld waar de meesten van ons nog vertwijfeld in de mode misturen. Liedewij Edelkoort ziet mode in hokjes, maar dan niet in kleingeestige zin. Het komt echt van alle windstreken. Maar binnen die windstreken zie je dus dat allerlei verschillende mensen dus bezig zijn om toch een soort parallele dingen op te zetten. Bij de centrale expositie van de Modebiennale Arnhem werkt het verhelderend. Herkenbaar ook, de obsessie voor de kleding. Heb je het zelf niet, dan ben je er wel mee getrouwd. Elke zaal vertegenwoordigt een isme. Het nudisme. Het regionalisme. Let op de koeienbellen. Het nipponisme, spiritualisme, shamanisme, consumentisme. Japan, Nederland, India, Frankrijk. Nou, dit is wel heel letterlijk, hè, met een vuilniszak. Ja, dat is Jean-Paul Gaultier. Die stond erop om mij de jurk te geven. Hij zegt, ik heb het als eerste gedaan. Patriotisme. Infantilisme. En de donkerste, het sadomasochisme. Iris van Herpen, moet je kijken. Ja. Het is een corsetjurk. Hoe mooi dat gemaakt is. Het is echt als couture. Is het draagbaar, deze mode? Nee. Nou en? Mode is toegepaste kunst met de ene keer meer nadruk op de toepassing... en de andere keer, deze keer, staat de kunst centraal.
En wie daar niet tegen kan, heeft misschien wel last van negativisme.